Club Brugge zit al na 14 minuten op roze in Istanbul. Beşiktaş doelman Rounié gaat zwaar in de fout op Balaban. Strafschop, maar geen rode kaart voor ex-standaardkeeper Rounié. Balaban scoort de 0-1, maar Beşiktaş mag onterecht met 11 blijven spelen. Ja, het is ongelooflijk wat er hier gebeurd is. Rounié moet rood krijgen om te beginnen. Wat is dat voor een scheidsrechter? Ja, dat is... Dat kan gewoon niet. Je komt binnen in de kleedkamer. Het is alleen maar over iets dat je praat. Het is over de rode kaart. Die moest gewoon een rode kaart zijn. En je weet dat je speelt dan met meer dan 1 uur en 10 met 11 tegen 10. Balaban krijgt een paar minuten na zijn penalty goal opnieuw een goede kans. Prima voorzet van Heerde. Maar Balaban is geen killer met het hoofd. Dan krijg je eigenlijk de kans om de 0-2 te maken. Die maak je dan niet. En... De eerstvolgende aanval van hun naar de overkant is dan direct goed voor de 1-1. Wie kansen laat liggen op Europees niveau, komt inderdaad in de problemen. De Braziliaan Nobre met wat moeite toch voorbij Stijnen. Akin profiteert van de chaos die ontstaat. En het is 1-1 de stand bij de rust. Ook in de tweede helft heeft club de kans om de Turken op de knieën te krijgen. Maar Van Heerde wijkt te ver uit en verliest het overzicht. Geen minuut later maakt Clément deze penaltyfout op Burak. Ricardinho aarzelt niet en zet de 2-1 eindstand op het bord. Brugge mag niet meer meespelen in Europa. De frustratie is groot. Ik denk dat wij in deze pool zeker niet ondergelegen hebben. Ik denk dat we in elke wedstrijd ons kansen gehad hebben. In elke wedstrijd meegedaan. Oké, ze hebben ook al kansen gehad. Maar ja, het is gewoon heel ontgoochelend. En ik denk, er valt niks anders te zeggen dan puur ontgoochelend.